allemaal en wel super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video heb ik voor jullie een Primark Shop With Me. Zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto. Het lijkt trouwens alsof ik naakt ben, maar ik heb een bandeautop aan. Maar ik zit dus in de auto omdat ik nu net aan ben gekomen op station. Ik ga namelijk nu met de trein naar Eindhoven. En ik ga daar meerdere video's opnemen, maar onder andere een Primark Shop With Me. Ik zag namelijk zoveel TikToks voorbij komen met de Primark collectie van het moment dat ik zelf echt mega benieuwd was naar deze collectie. En ik ook natuurlijk zelf er naartoe moest gaan en hier ook een video van filmen. Dus ik ga jullie meenemen de winkel in. Ik ga jullie gewoon de collectie laten zien en natuurlijk ook een pasfocus shopblog. Dus ja, ik neem jullie gezellig mee. Ik hoop dat je er zin in hebt. Heb jij er zin in, doe dan zeker even je blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan gaan we nu snel beginnen. Ik ben aangekomen bij de Primark. In ieder geval, ik ben er nog niet in. Maar ik ben heel erg benieuwd. Dus let's go. Het is ook lekker rustig zo te zien. Dus heerlijk. En ik ga even beginnen hier bij dit hoekje. Want dit is altijd het eerste wat je ziet als je hier binnenkomt. Ik zie echt al allemaal leuke dingen. Allemaal dezelfde kleuren ook een beetje. Bijvoorbeeld blauw, wit, beetje beige en groen ook heel veel. Ik vind die jas bijvoorbeeld echt heel erg gaaf. Kijk, hoe gaaf is dit als winterjas? Gewoon een pufferjas. Voor letterlijk €26 zie ik hier. Dat is echt zo mega cheap. Hij heeft verder geen capuchon, maar hij is echt mooi. Ik vind dit soort jassen echt leuk voor in de winter. Dit vind ik ook echt een hele gave trui. Gewoon zo'n leuke college print zeg maar erop. Deze kost, even kijken, €20. Zo'n bodies zijn ook echt ideaal. Echt gewoon van die basics die echt super chill zijn voor in je kledingkast. Ook vooral om gewoon te leren in de herfst en de winter. Ik zal ook even kijken hoe duur die zijn. Die kosten €9. Kijk, en ik zag ook dat ze van dit soort topjes hebben. Ook heel chill. Ook gewoon als een soort hemdje of zo. En deze pet vind ik dus ook wel wat hebben. Die kost €5,50. Leuk denim lookje. En ik zie dat ze die bomber dus ook hebben in een soort body warmer. Ook gewoon precies dezelfde kleur en zo. En deze kost €20. Hier hangen ook nog wat dingen. Ik vind dat topje vooral op zich wel leuk. Of in ieder geval degene die erachter hangt. Dit structuurtje vind ik wel heel erg gaaf. Verder hebben ze hier ook leuke boots. Maar boven hebben ze dadelijk een hele afdeling met allemaal schoenen en zo. Dus daar ga ik dadelijk even eerst kijken. En hoe gaaf is deze trui? Dit is een soort cropped sweater. Met ook weer zo'n ritje. Dan kun je hem zelf zeg maar naar beneden trekken. Of hoe laag of omhoog je hem wil. Ik vind die lijnen ook echt heel erg gaaf. Ik ga even kijken hoe duur deze is. Deze kost €14. Dat is ook echt niet zo duur. Kijk ook deze top. Ik hou zelf niet echt per se van deze kleur. Want het lijkt een beetje... Ja, wat is dit voor een kleur? Maar het lijkt een beetje alsof het wit is, maar je het te vaak hebt uitgewassen. Dus dat vind ik zelf niet mooi. Misschien hebben ze hem nog wel in andere kleuren. Maar deze kleur vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Dus ik ga hem terughangen. Oeh, hoe gaaf is deze? Gewoon een leren jasje, maar dan dus in het groen. Voor €19. En kijk ook dit. Ik denk dat dit een ketting is. Ja, een ketting. Hoe leuk. Ze hebben wel niet zo heel veel letters. Ik zie hier alleen S of C, H en D. Kijk even hoe rustig het is vandaag. Iedereen moet natuurlijk weer werken en naar school. Maar het is zo rustig. Echt heerlijk. Nou kun je echt hier goed shoppen. Je hebt ook altijd een hoekje in de Primark met Primark Edit. Dat kun je daarboven ook zien. Dat zijn wel iets duurdere items. Maar meestal ook wel iets luxere items heb ik het idee. Ik vind deze ook gaaf. Dit is wel niet echt iets voor mij. Maar ik zie dit altijd bij zoveel mensen. En dan vind ik het er heel erg leuk uitzien. Deze kost €3,50. Echt leuk voor de herfst. Ook dit soort printjes. Echt heel erg herfstig. En ze hebben ook echt hele leuke blouses. Ik vind deze ook heel leuk. Leuk bijvoorbeeld met een denim broek of zo. Om die er dan zo in te proppen. Oeh, ik zie hier nog een soort bomberjas. Dit is een soort leerlook, nepleer natuurlijk. In een beetje grijsachtig kleurtje. Heel leuk. Die kost €45. Dus zoals ik al zei, dit is wel iets duurder. Want bij de Zara kun je dat bijvoorbeeld ook vinden. Deze tas vind ik trouwens ook wel chic. Ik denk niet dat dit de leukste tas is die er op het moment is. Want boven hangen dus ook weer meer tassen. Ik ben nu gewoon op de begane grond. Maar ja, ik vind hem op zich wel leuk te uitzien. Het is ook weer niet helemaal mijn stijl. Maar deze kost €12. En zo'n petje, hoedje, dingetje is ook niet echt helemaal mijn stijl. Maar ik vind dit wel altijd heel erg herfstig. En deze kost €6. Hier hebben ze alle Primark denim. Dus broeken en zo. Hier heb je ook cargo's. Maar ik kijk eigenlijk nooit bij deze afdeling. Want ik koop eigenlijk nooit hier mijn broeken. Dus ik ga even door. Oeh, wat zien we hier allemaal. Kijk jongens hoe rustig het is. Hebben jullie het ooit zo rustig gezien in de Primark? Nou, ik niet. Ze hebben hier een hele afdeling met allemaal smiley emojis. Ik weet niet of dit... Ja, volgens mij is het ook een bepaalde collectie. Maar zoals je kan zien, allemaal truien en t-shirts en zo met van die smileys. Zelfs hier ook een bijpassende joggingbroek. En ze hebben ook echt heel veel van dit soort college sweatshirts. Bijvoorbeeld hier deze, vind ik heel erg leuk. Maar ze hebben hier ook heel veel van dit soort... T-shirts en van dit soort topjes. Kijk, hier hebben ze ook deze. En Yale, daar heb je ook weer die Berkeley die ik net ook al zag.
En hier ook met Colorado. Hier ook zo'n baseballjasje. Dit is een beetje de school university afdeling. En verder heb je ook heel veel natuurlijk van dit soort kastjes, stapels met allemaal kleding. Bijvoorbeeld hier allemaal sweatshirts, maar ik kijk hier ook eigenlijk nooit. Die is namelijk netjes, maar deze zijn allemaal nog een beetje rommel. Kijk, ook leuk. Dit hier allemaal eruit ziet allemaal in een mooie, zelfde kleurenpalet. Namelijk een beetje rood, wit en streepjes. Doet me echt een beetje denken aan Parijs en zo, die vibe van Frankrijk. Super leuk. En dan ga ik nu ook even naar de beauty. Als eerste vind ik dit toilettasje wel heel erg leuk. Een beetje een soort zilverachtig. Je hebt dan deze, dus zo'n doorzichtige met een kleinere. Maar daaronder heb je ook echt zeg maar zo'n grotere. Dus leuk ook voor je make-up en voor mee op vakantie of zo. Oeh, en dan zie ik dus hier dit. Dit is de Prep and Perfect Glow Cream Illuminating Primer. Ze hebben nou ook deze, de Flawless SPF 50 Primer. Maar hoe mooi zien deze eruit. Deze kost 6 euro en deze kost 5 euro. Dit wil ik ook gewoon alleen al kopen omdat het er mooi uitziet. Dit is een moisturizer voor letterlijk maar 3 euro. En het is best een groot potje. En dan heb je er ook nog in diezelfde lijn een face wash. Ook voor 3 euro. Ze hebben hier ook een heel leuk setje met een lip scrub en lip hydration drops. Geen idee wat dat moet zijn. Maar hoe leuk ziet dit eruit voor 3,50. En ik zie er hier ook nog één. Met een lipmasker en een lipolie. Check wat ik hier vind. Het is een blender holder. Dit is gewoon een soort siliconenachtig dingetje waar je dan je beauty blender dus in kan doen. Kijk, zoals je hier kan zien. Hoe grappig. Voor 2,50. Ze hebben hier ook een soort bronzing drops. Als ik hem eruit krijg. Ja, kijk. Ik denk dat je hier een soort van een bruiner gezicht of zo door krijgt. Deze kost 4 euro. Dat is ook helemaal niet duur. Ik had eigenlijk duurder verwacht. Hi. En ook een hele leuke spiegel. Maar ik zie hier nog meer leuke dingetjes. Al deze potjes bijvoorbeeld. En wel echt heel slim. Want hier doen ze dus een soort velletje omheen. We noemen dit zo'n plasticje. Waardoor je hem dus niet zo snel open kan maken. En ja, niet alle producten naar de knoppen gaan zeg maar. Deze kost 3 euro. Ik dacht eerst dat dit een blush of zo zou zijn. Maar het is een oogschaduw. Dit zijn wel blushes. Oh, nu hebben ze ze wel. Dit zijn die cream blushes. Die je duwt. Maar nu zitten ze dus ook in een sealtje. Volgens mij hebben ze maar één kleur. Deze verpakking vind ik ook echt mooi. Oogschaduw paletje. En ik zag hier nog iets, namelijk deze. Dit is ook een oogschaduw paletje, maar met een beetje wat meer neutrale tinten. En deze verpakkingen zag ik ook en die vond ik er super leuk uitzien. Namelijk hier als eerste een highlighter. Oh, dit zijn ook oogschaduws, maar ik denk een beetje rood, een beetje cherry vibe. Ik zie hier ook iets van een lip product, maar hoe mooi is deze verpakking ook weer. Oh, dit is een liquid blush. Oh, deze is maar 4 euro. Oh, dit moet ik eigenlijk bijna gewoon testen. Hoe leuk. Ik dacht eerst dat het een lipgloss of zo was. En ze hebben dus ook een lipplumper voor 3,50. Nou, dan ga ik nu naar boven. Dadelijk ga ik ook nog naar beneden. Maar ik heb eerst heel veel zin om naar boven te gaan. Want boven heb je alle schoenen en tassen. En dat vind ik zelf altijd een hele leuke collectie om naartoe te gaan. En ze hebben ook nog heel veel dameskleding. En dan heb je daar verder nog één boven. Maar dat is kinder- en herenkleding. Dus we gaan nu eerst naar nog meer kleding. En de tassen. En wauw, kijk als allereerste deze lange jassen. Het lijkt een beetje op een soort trenchcoats of zo. Super mooi, maar ik vind vooral deze kleur heel mooi. Echt zo'n mooie groene kleur. En het stofje voelt ook echt heel erg lekker aan. En deze kost maar 32 euro. Super mooie jas. Hier heb je hem ook in het wit. Of ja, eigenlijk een beetje meer crème kleur. Kijk, en hier heb je echt trenchcoats. Deze vind ik vooral heel erg leuk. Voor 38 euro. En bomberjassen komen ook echt ieder jaar weer terug, heb ik het idee. Hier heb je de zwarte. Maar ze hebben hier ook van die bomberjassen in het leer. En hier ook nog van die pufferjassen. Och, ik hou van pufferjassen. En ik vind deze blauwe kleur ook eigenlijk echt wel heel erg gaaf. Een beetje hetzelfde model als die groene. Want kijk, daar hangt die groene. En je hebt hem ook nog in het nude. Lichtroze. En dan komen we eindelijk een beetje bij de truien. Ik had eigenlijk verwacht dat beneden ook al meer gebreide truien zouden hangen. Maar het viel me eigenlijk wel een beetje tegen. Er hing niet per se heel erg veel. Dus ik ga heel even kijken hier. Ik zie als eerste deze. Kijk, een soort paars truitje. Deze vind ik ook heel erg leuk. Kijk, deze zou echt perfect zijn geweest. Maar die heeft hier van die knoopjes. En ik zei net al, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus dat is echt jammer. Anders had ik deze sowieso wel even gepast. Want ik vind dit model en zo heel erg leuk. Maar die knoopjes, nee. Oh my god, dan zie ik deze trui. Je hebt hem in het oranje, maar ook hier een beetje in het groen. En ik zie dat ze hier achter nog een paar hebben hangen. In een beetje een lichte kleur. Deze vind ik leuk. Kijk, dit is toch leuk met gewoon een wit topje eronder of zo. Nou, deze ga ik sowieso even meenemen om te passen. Ik ben heel benieuwd naar deze. Dan hebben we deze mooie trui. Oeh, nou komen we echt bij de leuke truien, jongens. Kijk, dit is zo de voorkant. Hele gave kleur.
Dit is ook echt de perfecte maat. Of in ieder geval, ik kan ook nog wel een maatje groter, denk ik. Maar een XS voor 17 euro. Deze vind ik ook leuk. En die hebben ze ook in het groen. Je kunt echt wel een beetje zien wat de kleuren worden van dit seizoen. Maar ik vind groen leuk. Ik vind deze ook wel wat hebben. Ik weet alleen niet zo goed wat ik vind van dit structuurtje, zeg maar, erin. Die schakel. Maar ik vind het kleurtje wel heel leuk. Deze trui vind ik ook amazing. Dit is echt heel gaaf. Het is gewoon een soort gebreide trui, ook met zo'n ritje. En ook hier van die zakken. Ik denk dat dit er ook heel erg leuk uit kan zien in een denim broek of zo. Of juist in een zwarte leren legging of gewoon een zwarte legging. Maar deze kost 19 euro. Oh, dit is toch leuk, jongens. Ja, dit vind ik echt ook leuk. Die ga ik ook lekker passen. Hetzelfde geldt voor deze truien. Dit vind ik ook zo'n leuk model. Een beetje een V-hals. Maar hij is gewoon super mooi. Hij heeft geen splitjes. Ik dacht misschien heeft hij splitjes. Maar deze kost 15 euro. Nou, dat is toch ook geen geld, jongens. Hoe leuk. En deze trui vind ik ook zo mega mooi. Echt zo'n mooie kleur. Even kijken of ze die nog hebben in mijn maat. Volgens mij hebben ze ze echt alleen nog maar in grote maten. Oh, jammer, ze hebben alleen M's de kleinste maat, maar die is wel heel groot. Nou ja, misschien kom ik hem nog ergens tegen, maar deze vind ik super mooi. Maar ja, jammer dat ze dus alleen maar grote maten hebben. Ze hebben hem ook in het roze, maar ik hou echt niet zo van roze, dus die laat ik hangen. Deze vind ik daarentegen eigenlijk ook wel wat hebben. Het is dus gewoon een zwart gestreepte trui, maar aan de onderkant en bij de mouwen heeft hij dus ook zo'n wit randje, wat ik wel heel erg mooi vind. En hij heeft dus ook een splitje. Dus deze is bijvoorbeeld ook heel leuk bij een leren legging of een jeans of zo. En deze kost 17 euro. Dit is ook echt zo'n heerlijk wat langere trui. Ik vind die mouwen ook heel leuk, want die lopen zeg maar zo een beetje flare of een beetje straight eigenlijk. Super leuk als dat wat wijder valt. En dan heb je zo'n heerlijk kraagje. Deze kost 22 euro. Deze trui vond ik trouwens ook nog wel eigenlijk heel leuk eruit zien. Dus ik dacht, die moet ik jullie even laten zien. Maar dit is echt zo'n leuk gekleurd truitje. Het is ook weer niet echt, denk ik, iets voor mij. Vooral niet voor de aankomende herfst en winter. Ik wil echt een beetje gaan voor gewoon wat neutralere tinten. Maar stel, dit is wel helemaal jouw ding. Dan hebben ze hem hier voor 16 euro. Hier hebben ze weer zo'n hele stapel met allemaal truien. En deze truien voelen zo fijn aan. Deze roze. Je hebt daar ook nog andere, maar die hebben een wat ander stofje. Dit is wat dikker gebreid stofje. Ik vind die witte heel leuk. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel leuk. Maar ik vind dit misschien net te fel roze. Dit draag ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook niks in mijn kledingkast van deze kleur. Dus ik zou dan echt veel eerder gaan voor deze. Volgens mij kostte deze 14 euro. En dan heb jij dus aan de andere kant een beetje wat zachter stofje. Ik weet niet of dit een kriebelstofje is, maar ik vond deze wel heel leuk. Kijk, ook weer zo'n gestreepte trui. En die kostte dus volgens mij 17 euro. Je hebt ook deze. Die hebben zeg maar een schakel. Dan zie ik hier zo'n leuk vestje. Dit lijkt eigenlijk een beetje op de trui die ik net had gevonden. Maar dan hebben ze hem dus ja, in een vestjesvorm. Ook heel leuk voor de herfst en winter. Met ook gewoon een leuk wit topje daaronder of zo. En deze kost volgens mij ook hetzelfde als die andere. Dus 17 euro. En die hebben ze ook in het zwart als je daar meer van bent. En hier hebben ze echt nog meer leuke vesten. Ik vind die bijvoorbeeld ook heel leuk. Met donkerblauw en crème. Die is dus crème met een soort schakelpatroontje. En ik zie hier ook echt leuke truien. Met deze is New York City, Madrid en Parijs. Ik vind die van Parijs eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, Madrid is op zich ook wel leuk, maar misschien een beetje random. Oké, ik dacht ik laat hem jullie even zien. Kijk. Oh, die is wel... Oké, ik vind hem op zich wel leuk, maar niet heel speciaal. Ik zou ook gelijk even die van Madrid laten zien. Ook eigenlijk wel leuk. Op zich heeft het wel een vibe, maar... I don't know. Oh, jongens, kijk hoe heerlijk. Dit is zo'n chille broek. Ja, dadelijk gaan we naar onder. En daar hebben ze nog meer pyjama's en zo. Kijk, echt heerlijk. En die hebben ze dus ook in het roze. Wacht, ik leg hem heel even terug. Ik heb echt een mandje nodig. Want ik zit hier met al die kleren. Maar kijk, dit is de roze. Die is ook leuk. Echt een beetje bubblegum roze. Maar wel een beetje met een paarsige ondertoon. Lila. Leuk. Dit zijn echt van die chille broeken. Die kosten in ieder geval 16 euro. Vind ik wel een beetje prijzig. Maar ja, we gaan dadelijk naar de pyjama's en dan gaan we kijken wat ze nog meer hebben. Dan hebben we de sokken. En volgens mij hebben ze daar dus gewoon alweer cozy sokken. Ik heb ook echt sokken nodig, dus die moet ik niet vergeten. Maar ik moet even zo'n mandje zoeken. Want het wordt allemaal te zwaar. Dit is ook wel een leuk vestje. Met ook weer die streepjes. Mooie knopen ook vind ik deze. Ze hebben ook, als je wat meer voor kleur bent, dan hebben ze ook deze. Met een beetje koraal en roze. Dan komen we aan bij alle accessoires. En ze hebben dus echt al zoveel leuke herfst- en winterachtige accessoires. Zoals ook van die lekkere sjaals.
en allemaal tassen en schoenen. Dus ik ga even kijken, want ik had een heel leuk tasje gezien. En ik hoop dat ze die hebben. Hoe leuk zijn al deze sjaals bijvoorbeeld. Echt ideaal en super chill voor de herfst en winter. Ze hebben ook alweer allemaal mutsen. Ik vind deze ook heel leuk. Een beetje een denimachtige kleur. Deze is ook leuk. Deze heeft namelijk hier zo'n labeltje. En dat vind ik niet zo mooi. Maar dit is een beetje een soort kaki groenachtige kleur. Heel leuk. Die hebben ze ook in blauw en gewoon in het beige voor 4 euro. Ze hebben echt al heel veel van dit soort lange boots. Echt super gaaf zien deze eruit. In crème en zwart. En ze hebben ook deze. Dit soort modellen zie je nu ook echt veel meer voorbij komen. En de sieraden van de Primark vind ik ook heel mooi. Ik vind bijvoorbeeld deze oorbellen echt heel mooi eruit zien. Ze hebben echt heel veel. Ik vind deze ook heel gaaf. Deze. Och, deze zijn mooi. Ik heb helaas geen oorbellen, maar of geen gaatjes voor oorbellen. Verder kan ik niet de tas vinden waar ik naar op zoek was. Ze hebben nog heel veel kleuren zoals je kan zien. En vooral gewoon ook heel veel zomertassen en zo. Ze hebben nog niet per se heel veel winterachtige tassen. Dus dit valt me een beetje tegen. Ik vind deze trouwens wel mooi op zich. Het heeft wel iets, maar ja, ook weer niet echt helemaal mijn ding of zo. Deze kost in ieder geval 10 euro. Deze tas vind ik trouwens wel echt heel mooi. Volgens mij zag ik hem net ook ergens heel random in het zwart. Maar hoe mooi is deze ook in het wit? Ik heb ook geen ene witte tas. Maar ik vind deze wel echt heel erg gaaf. Ik ga even kijken ook naar die zwarte. Kijk, deze hing namelijk hier zo. Heel random bij allemaal kleren. Ze hebben ook een hele gave blazer. Maar ik heb eigenlijk al een blazer in deze kleur. Anders had ik die wel even gepast. Maar echt leuk, zo'n groene blazer. Echt een aanrader om te kopen. Deze kost in ieder geval maar 24 euro. Nou, dat is echt geen geld. Maar bij de Zara betaal je echt letterlijk 60 euro of zo. Kijk, hier is de zwarte. Die vind ik ook heel gaaf. Die vind ik misschien eigenlijk wel leuker. Maar ik heb dus echt al zoveel zwarte tassen dat ik deze echt nog niet nodig heb. Of ja, hoe duur is die? 12 euro. Nou, dat valt echt wel mee. Maar heb ik het nodig? Nee. Ik heb echt een hele gave blouse gevonden. Maar die heeft een heel mooi stofje. Ik zal dit even op de grond neerzetten. Ik heb echt veel te veel, jongens. Het is niet normaal. Maar ik zag zoveel leuke truien. Maar kijk, hij heeft een beetje een soort kringelstofje. Wat er super mooi uitziet. Ze hebben hem wel alleen nog maar in een M en L. Maar dit vind ik echt een mooie blouse. Deze is eigenlijk ook echt perfect voor de zomer. Voor over je bikini of zo. Maar ik denk dat die voor in de herfst en de winter ook wel heel erg leuk is. Dus misschien dat ik deze ook wel meeneem. Hij kost 16 euro. Oké, jongens, ik heb echt zoveel en ik moet letterlijk nog naar beneden. Dus daar ga ik nu naartoe. Maar ik heb echt al zoveel leuke truien en zo. Dus oh my god. Nou, dan gaan we nu naar de allerlaatste etage voor de vrouwen. Namelijk de onderste. Daar is ook gelijk de home decor. Maar ook gewoon alle lingerie, de pyjama's. Dus daar gaan we nu naartoe. Kijk, want zo is deze Primark ingedeeld. Dus let's go! Ik heb hier echt zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt dat ze leuke pyjama's en zo hebben. Nou, we zijn bij de pyjama heaven. Ik zie echt al hele leuke kleurtjes, dingetjes. Dit is wel echt, check even die berg. Gewoon met allemaal pyjama's. Maar ja, we gaan even kijken. Als het echt rommel is, zoals dit hier, dan loop ik even door. Want ik heb geen zin om hier tussen te gaan graaien. Nou, welkom bij de Primark. Kijk, wat, ik vind dit al helemaal overweldigend. Ik heb er helemaal geen zin meer om hier te zoeken naar leuke pyjama's. Maar ze hebben echt al zoveel leuke pyjama's voor echt met de winter, als het echt koud is. Me tired. Nou, ik vind dit alweer heel cringe. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Maar ze hebben hier allemaal leuke. Deze ook. Not today. Al vind ik deze echt al heel veel leuker, omdat dit gewoon heel simpel is. Het is gewoon heel basic. Deze kost, even kijken, 12 euro. Nou, dat is een prima prijs voor gewoon een pyjamaatje. En deze zijn zo lekker warm. Echt heerlijk. Kijk, dit shortje had heel leuk kunnen zijn. Maar ik vind dan die tekst Love to Lounge echt helemaal niks. Die daaronder vind ik dan ook wel leuk. Maar ik vind dit stofje gewoon mooier als deze. Maar door die tekst vind ik het al helemaal niks. En ga ik het ook echt niet kopen. Ik wilde gaan lopen naar de paskamers. En ik liep dus nog even langs de sokken. Want die was ik vergeten. Maar ze hebben dus weer de bekende TikTok leggings. Met zeg maar zo'n stofje aan de binnenkant. Kijk, zoals je hier kan zien. Ze hebben hem dus nu in het blauw. In het grijs, in het groen en in het zwart. Hoe leuk en hoe handig. Ook gewoon met een grote oversized trui erover of zo. En ze kosten, even kijken of ik dat, oh ja, daar kan ik het zien. Ze kosten 8 euro. Dus als je ze wil, ze hebben ze nu weer. Ik ben in een pasboekje bij de Primark. En ik heb 5 dingetjes die ik ga passen. Echt allemaal wel herfst en winterdingen. Ik weet het, ik heb echt nog een hele
zomerse outfit aan. Maar het is vandaag echt super warm. Wacht. Zo. Ik film dit nu in de week dat het in Nederland echt super warm is. Als in echt een hittegolf, 30 graden. Het wordt vandaag ook echt heel warm. En ik ben de hele dag in de stad. Dus ik dacht, moet ik me daar natuurlijk wel op kleden. Dus vandaar dat ik wel nog dit aan heb. Maar ik heb wel allemaal leuke truien die ik ga passen. Want ik heb echt alweer helemaal zin om gewoon te shoppen voor de herfst en de winter. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus we gaan ze passen. Hoe mega leuk is deze trui? Dit is dus de allereerste die ik aan heb. Ik heb hem ook een beetje zo onder mijn BH gestopt. Zodat hij wat kropte valt aan één kant. Wat ik wel leuk vind. Ik heb hem volgens mij aan in een S. Wat in principe ook wel gewoon een goede maat is. Want mijn handen vallen net nog eruit. Dit is gewoon echt iets wat ik zou dragen. En ik heb sowieso ook nog helemaal niet in mijn kast. Dus deze vind ik wel heel leuk. Het stofje kriebelt een beetje. Ik vind dat altijd een beetje lastig te zeggen, maar ik vind hem op zich wel mee van. Ik denk dat het wel kan, maar hoe leuk. Ik ben echt obsessed gewoon zo als een outfit. Dit vind ik echt leuk. Deze kost 17 euro. Dan heb ik de volgende trui aan en deze vind ik eigenlijk leuker dan wat ik had verwacht. Het stofje is ook echt heel fijn. Het is echt een beetje wat dikker gebreid stofje. En ik vind die zakken dus eigenlijk wel leuk. Ik dacht misschien is het wel heel erg raar, maar ik weet niet. Het heeft ook wel iets en deze kun je natuurlijk gewoon aanpassen, ja, hoe hoog of laag je hem wil. Maar ik vind hem echt leuk. Ik had dat niet verwacht dat ik deze eigenlijk leuk ging vinden. Want dit vind ik ook zo weer een hele leuke outfit. Ja, deze broek en die schoenen passen eigenlijk ook wel echt bij alles. Dus dat maakt natuurlijk altijd een outfit al 10 keer leuker. Maar ik had niet dit verwacht. Ik vind vooral dit stofje gewoon veel fijner dan die andere of zo. Deze trui heb ik in een maatje S en kost 19 euro. Oké, dit model vind ik heel leuk van deze trui. Maar ik vind deze kleur mij niet echt heel erg staan. Deze is gewoon net te licht en het matcht misschien net te veel met mijn eigen huiskleur. Of een beetje in hetzelfde palet, zeg maar. Dus ik vind deze niet zo leuk. Ik vind die andere dan bijvoorbeeld die we net hadden echt veel leuker. Dus nee, deze vind ik gewoon ook minder model hebben. I don't know. Die andere vind ik echt leuker, dus deze ga ik dan sowieso niet meenemen. Maar zo ziet hij eruit. Deze heb ik in een maatje S en kost 15 euro. Oké, over deze trui was ik eigenlijk het meest excited en had ik echt de meeste verwachtingen. Maar die vind ik eigenlijk echt het lelijkste van allemaal. De mouwen zitten echt veel te strak. Ik weet dan niet of dit gewoon het model is of dat ik een maat te klein heb gepakt. Maar ik vind hem gewoon niet zo heel erg mooi zitten. Zoals ik al zei, ik denk dat ik gewoon sowieso maat groter moet. Ik heb nu volgens mij een XS, maar ik moet deze sowieso wel in een maatje groter. Want ik vind hem gewoon veel te strak bij de mouwen. En verder vind ik die puntjes hierop ook wat minder mooi ofzo. Ik denk dat ik het leuker vind zonder al die bolletjes erop. Maar het had wel heel leuk kunnen zijn. Ik heb nu, ja, hij schijnt ook niet heel erg door, vind ik. Ja, ik heb gewoon alleen de BH onder, maar nee, deze had echt leuker kunnen zijn, maar ik vind hem gewoon niet zo mooi. En precies diezelfde trui had ik ook in het leger groen meegenomen, want ik was heel erg benieuwd welke ik leuker zou vinden. Maar ik vind deze denk ik eigenlijk wel leuker. Het is gewoon net wat anders en ik vind deze kleur ook wel heel erg mooi bij mijn haren. Maar ja, deze is gewoon precies hetzelfde. Deze zit wel iets losser, maar nog steeds vind ik hem niet echt heel erg leuk of zo. Deze heb ik allebei in een XS en ze kosten 17 euro. Ondertussen ben ik weer thuis en ik dacht misschien is het leuk om even te laten zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Primark. Of in ieder geval, het zijn maar twee dingen. Echt, als ik miljonair was, dan had ik heel die Primark leeg gekocht, want ze hadden zoveel leuke dingen. Maar ja, het geld groeit mij ook niet op de rug, dus ik heb moeten kiezen. En ik heb als eerste gewoon sokken gekocht, dus die heb ik gewoon meegenomen. 4,50 voor 5 van deze sokken. Prima. En dan ben ik uiteindelijk gegaan voor... Kijk, voor deze trui ben ik uiteindelijk gegaan. Ik vond hem toch wel heel erg leuk. En ik dacht, ja, het is gewoon echt zo'n perfecte trui voor in de herfst en de winter. Maar het was een beetje raar, want het is vandaag dus echt 30 graden. Ik heb ook letterlijk dit aan. En iedereen in de stad liep ook met lekker zomerkleren. Dus het was zo raar dat ik allemaal winterkleren ging passen. Maar ja, volgende week wordt het waarschijnlijk weer kut weer. En dan kan ik deze trui bijvoorbeeld wel aan. Dus ik dacht, weet je wat, Sen, ik koop het gewoon. Hij was maar 19 euro, dus voor dat geld kon ik hem niet laten liggen. Dus deze heb ik alvast binnen voor mijn herfst- en wintergarderobe. En bij deze ga ik dan de video afsluiten. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan zie ik je hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!